Komende zaterdag is het weer tijd voor de Batavierenrace. Een estafette van Nijmegen naar Enschede waar studenten uit het hele land aan meedoen. Groningen heeft de naam hoog te houden, want de afgelopen 5 jaar werd 4 keer gewonnen door het Rug Hansen team. Daarom werd de afgelopen week ook weer druk geoefend in de stromende regen. Het is echt de mooiste studentenwedstrijd van het jaar. Het is al de 4e keer dat ik meedoe. Nou, het is echt fantastisch. Lopen, keihard met de busjes scheuren door het Twentse land en Achterhoek. En dan gewoon nog keihard lopen. En die hele ervaring is gewoon geweldig. Het is gewoon een hele lange race, maar het is echt heel spannend. En dan snel met het busje naar het volgende wisselpunt om daar op tijd te zijn. Om de renner weer naar binnen te gooien ongeveer. En dan om die andere eruit te gooien, zodat hij wel op tijd weer kan beginnen. Het is gewoon heel erg leuk. Je leeft er echt een heel jaar naartoe, weer naar die race. Het begint in Nijmegen, 's nachts, rond 12 uur. En het eindigt in Enschede. Het is een prachtig evenement, verdeeld over 25 etappes. Dus ik hoop dat we met het Rug Hansen team weer bij de eerste 3 eindigen, zoals de meeste jaren. Maar dat zou dit jaar nog wel eens lastig kunnen worden. Heel veel mensen die in het Rug Hansen team zaten, die zijn afgestudeerd. Dus die kunnen nu niet meer lopen in het Rug Hansen team. Dus het is eigenlijk gewoon een hele nieuwe lading mensen. Die zijn nog niet op dat niveau. Dus het is gewoon weer afwachten hoe het zal gaan.